Traverse left! Oh, right! Hey mensen, top dat jullie weer kijken! Ja, in de koepel van de tank zit een heleboel elektrische componenten. In het onderstel ook. Maar hoe kan dat nou? Want die koepel die kan natuurlijk draaien. Moet je nou zeg maar, als je ene keer helemaal naar links gedraaid hebt, ook weer een keer helemaal naar rechts draaien, zodat die kabels niet in de knoop komen. Hier op de vloer, daar liggen de kabels en die verbinden het onderstel met de koepel. Kijk, dit is een dikke pluskabel. Dat is voor de voeding van de koepel. Telefoonkabeltje, die is voor het communicatiesysteem. En deze is voor wat schakelaartjes en controlelampjes. En kijk dit. Die kunnen draaien. En dat komt omdat hier in het midden een sleepringcontact zit. Hey, en hoe werkt dat nou precies, zo'n sleepringcontact? Hallo! Ja, hier hebben we ook een dergelijke constructie. Kijk dit. Deze kan namelijk ook ronddraaien. En daar lopen ook kabeltjes naartoe. De kabeltjes die naartoe lopen, die komen zeg maar hier aan. Naar deze sleepcontacten. En je ziet hier een aantal ringen. En die sleepcontacten die lopen op die ringen. En op zo'n manier zeg maar, geeft hij die stroom door aan die ringen. Aan die ringen zitten dan hier weer contacten. Ja, en die zitten vast aan, aan die koepel die ronddraait. Kijk. Ja, dus de conclusie. De bemanning hoeft niet te tellen hoe vaak dat ze linksom gedraaid hebben. Want ze kunnen gewoon oneindig ronddraaien. Deze vraag die had ik vaak gekregen via de mail. Heb jij nou een vraag voor ons? Nou, dan zet hem even in de comments. Het hoeft niet speciaal over de tank te gaan of over een ander technisch ding. Als er gewoon iets is wat je graag wil weten, graag wil zien. Nou, zet het even onder in de comments. En dan wie weet, behandel ik volgende keer bij jouw vraag. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Oh, right!